Die zijn zo'n jaar of 7 geleden gestart. En wanneer was het zover dat de geiten echt gingen produceren, dat je er ook kaas van kon gaan maken? Ja, dat duurde altijd langer dan dat je hoopt. We zijn gestart met de aankopen van jonge geitjes op 2 andere plekken. Die hebben dan trouwens nog in de gebouwen hier gestaan, waar nu de mensen wonen. Terwijl dat een nieuwe stal in opbouw was. En we hebben 2 jaar erover gedaan eer we ontmelken, te goed ontmelken waren. Dus het eerste jaar melken, dat was zomaar een beetje plantrekkerij. De melkmachine was niet op tijd klaar. Je zit altijd met een hoop miserie eigenlijk in de aanloop. En, maar ja, na 2 jaar was de effectieve start daar. En dan duurt het nog, want we zitten nu 7 jaar bezig. En ik denk dat we nog een jaar gaan nodig hebben om op ons kruissnelheid te zitten qua aantal dieren en melken. Ja, want hoeveel geiten heb je eigenlijk in de stal zitten? Nu zitten er een kleine 400. En de bedoeling is om... we hebben plaats voor 480 dieren. Dus ik hoop eind 2009 om dat aantal te zitten. Het is ook zo dat je... met heel wat opstartproblemen met ziektes geconfronteerd wordt. Ik weet nog, alleen mijn grootvader had het gezegd van als je van stal verandert, moet altijd je mest meenemen. En wat willen ze daar eigenlijk mee zeggen? Als je een nieuw gebouw start, dan zit je met een heel clean omgeving. Die dieren moeten daarom wennen. Heel de microflora, fauna moet daarom wennen. En dat sleept het toch een aantal jaren mee voordat je kunt zeggen, nu zit het allemaal goed. Want de geiten die je hebt zitten, zijn die dan ook resistent voor ziektes? Zijn het speciale rassen? Het is zo dat wij jonge geiten vanuit biologische bedrijven gekocht hebben. Dus die al op dezelfde manier werkten dan wij wilden gaan werken. Wat al mokt dat die dieren sterker zijn. Die waren ook buitenloop gewoon, die waren grazen gewoon. En het is wel zo dat wij tot hiertoe nog nooit hebben moeten ontwormen. Dus ik ben ervan overtuigd dat je door dieren zelf hun weg te laten zoeken, ze ook resistenter kunt maken ten opzichte van een aantal ziektes. Hoe vaak lammeren ze per jaar? Bij ons 1 keer per jaar. Het is om dat verhaaltje van het lammeren even in het kort te vertellen. In september gaan de bokken bij de dieren. En de dracht is 5 maanden, dus in februari, 5 maanden later, lammeren hier een 400-tal dieren af. En meestal gebeurt dat op 2 weken tijd. Worden er hier gemiddeld 800 lammetjes geboren. Waarvan dat er een 120, 150 hier worden doorgehouden. En de rest wordt allemaal na een 3-tal dagen verkocht. Die lammetjes mogen dan wel bij de moeder drinken? De lammetjes die jij biologisch gaat gebruiken, mogen die gewoon bij de moeder gaan drinken daarna? De biest? Nee, die mogen bij ons niet aan de moeder drinken. In principe moet het wel, maar er zijn een aantal ziektes die via de eerste biestmelk kunnen overgaan op het lam. En daar willen wij vrij van blijven. Dus wij nemen de lammetjes die we willen bijhouden onmiddellijk bij de moeder weg. Zetten die in een aparte stal, waar die een 2-tal dagen kunstbiest krijgen. En dan leren we die aan een poedermelkautomaat drinken, waar ze dan 24 op 24 uur zelf kunnen drinken. En hoe lang moeten ze dan daar blijven totdat ze een volwaardige geit zijn, dat ze bij de andere geiten kunnen komen? De melkperiode, laat ons zo zeggen, dus de tijd dat die lammetjes melk drinken, duurt ongeveer 9 weken. Dan ondertussen leren we die hooi eten, leren we die water drinken, leren we die brokjes eten. En als ze dat goed kennen en ze wegen 10, 11 kilo, dan worden die lammetjes naar een ander compartiment in de stal gebracht, waar ze dan blijven zitten tot ze een jaar oud zijn. Of waar ze blijven zitten tot ze een maand of 4 zijn, excuseer. En na die maand of 4 gaan ze weer naar de volgende stal, waar ze mogen blijven zitten tot ze een jaar oud zijn. En als ze een jaar oud zijn, komen ze in de melkgeitenstal, waar ze dan ook voor de eerste keer aflammeren op ongeveer 12, 13 maanden leeftijd. En dan horen ze bij de melkgeiten. Jullie hebben een heel bepaalde manier van melken hier. Ze worden steeds met een aantal geiten in die ruimte geleid. Leren ze dat direct? Kunnen ze dat uit zichzelf? Nee, dat kunnen ze niet uit zichzelf. Dat is een week of 2 spartelen met de dieren. Vooral met die jonge dieren, hè, die
ja, die hebben pas afgelamd, die hebben best wel wat stress achter de rug. Dan moeten die die melkstal in en dat is één voor één uit de wachtruimte sleuren, bij wijze van spreken, in het hokje duwen. Maar nou, allee, het hangt er maar vanaf hoe dat je er zelf tegenover staat. Als je dat zelf kalm doet, dan kennen ze op 3 dagen. Maakt u daar 3 dik in, dan duurt dat 2 weken. Dus in het begin was dat lastig en nu hebben we dat wel, zijn we er zelf ook rustig in geworden en gaat dat veel vlotter. Ja. En hoe vaak worden ze gemolken en hoeveel melk geven ze per dag? Onze dieren worden 2 maal daags gemolken. 'S morgens om 7:30, 's avonds om 7:00 gewoonlijk. En hoeveel melk geven? Je moet tellen dat je 800 liter melk per jaar van een geit, of biologisch dan, kunt melken dat je best wel goed aan het melken bent. En dat komt erop neer, ja, dagelijks 2,5 liter per dag. Sommigen geven 3 liter, sommigen 4 liter. Dat zijn dan de, ja, dus zoals een, ik stel het altijd een, als een voetbalploeg voor, hè. Je hebt een A-ploeg en een B-ploeg, hè. Dus de A-ploeg, dat zijn onze topgeiten, die zitten tussen de 3 en de 4 liter. De B-ploeg, die zitten gemiddeld 2,5. En de C-ploeg, die scoort maar 1,5 liter. En het is met de A-ploeg ook dat we verder kweken. Dus met die ploeg, daar wordt het jongvee van doorgehouden. Wat gebeurt hier nog met de bok? Ja, alles gebeurt met natuurlijke dekking. Dus ook vandaar in september beginnen de dagen te korten. En dan pas beginnen de hormonetjes in de geiten in het kopje te spelen. Dan beginnen die allerlei zotte dingen te doen. Dan beginnen de bokken zotte dingen te doen. En het is ook maar die periode dat er eisprongen zijn bij de geiten. Dus op die periode kunnen de bokken erbij. En ja, dus het is allemaal natuurlijke dekking. Wij jagen gewoon een aantal bokken die we kennen. Bij de A-ploeg zijn dat heel goede bokken. Bij de B-ploeg zijn dat wat minder bokken. En bij de C-ploeg speelt het eigenlijk geen rol. Dus en wij laten die bokken hun werk doen en ja, het blijkt meestal dat 90% op 2 weken tijd ook gedekt is. Dat zien we dan in februari met aflammeren. Dat op 2 weken tijd ook bijna 90% van de dieren aflammen. Hoe zit het met de kwaliteit van de melk? Kun je dat vergelijken met koeienmelk? Ja, als je als je de twee vergelijkt, dan zijn er een aantal verschillen. Het grootste verschil is het vet, de vetsamenstelling eigenlijk. Het vetgehalte is hetzelfde, dus er zit evenveel vet in als in koemelk. Maar als je, ik vertel het met een klein verhaaltje, dan weten de mensen waar het gaat. Als je door een microscoop koemelk of geitenmelk zou bekijken, dan ga je bij die koemelk grote bollen vet zien. En bij de geitenmelk gaan allemaal klein bolletjes vet zien. Als je glas koemelk en uw geitmelk op tafel zet, dan ga je bij je koemelk na een paar uur een vel room van boven zien. En bij de geitenmelk ziet je dat niet. Waarom niet? Omdat dat fijn vet blijft verdeeld. Wat maakt dat de melk even vet is, maar het vet van de geit is veel beter verteerbaar voor de mensen. Dus mensen met dieetproblemen kunnen gerust een volle geitenkaas eten omwille van de betere verteerbaarheid. Jullie hebben hier ook speciaal voedsel. Jullie bereiden het voedsel hiervoor. Is dat allemaal van eigen land, eigen teelt? Ja, in bio, of dat is misschien niet alleen in bio, maar mijn eigen idee is een beetje dat je de Noord-Zuid verhouding, die speelt ook wel een beetje mee in het biologisch verhaal. Wat wil dat zeggen? Er wordt heel veel soja vanuit het Latijns-Amerika naar Europa gevoerd om onze boterberg, onze vleesberg, onze melkberg te vergroten. Vandaar dat wij opteren om zoveel mogelijk voer van onze eigen akkers te halen. Om die reden, maar ook om de financiële reden. Hoe minder dat je moet aankopen, hoe beter. Nu, je hebt wel de grondlasten natuurlijk. Je moet die gronden ook wel afschrijven. En het is ook verplicht vanuit het lastenboek om voor 100% bio te voeren. En voor, ik denk, 70% van uw eigen voeders te gebruiken. En hoe is de samenstelling van het voer? Ja. Dus wij zitten met een